Een meisje van 10 was in de oorlog. En Joods. Annie de Leeuw overleefde het en is nu weer even terug in haar geboorteplaats, Winterswijk. Goedenavond. Het is een zeldzame aandoening die Indy Lenze heeft. Het 9-jarige meisje uit Culemborg is daarom het onderwerp van een bijzondere film. Ratten, ze worden er gek van, de bewoners van de Barend Verwerdastraat in Hilsum. Maar nu hebben ze hulp van een rattenvanger. De vangst in deze val is 10 stuks. De Winterswijkse Annie de Leeuw was nog maar 10 toen ze als Joods meisje moest onderduiken. Ze overleefde de oorlog en ze vertrok naar Amerika. En daar schreef ze een boek over die oorlogsjaren. Een boek dat inmiddels is uitgegeven in tientallen landen. De Schuilplaats heet het boek. In Winterswijk zijn ze haar niet vergeten, want de gemeente eert haar vandaag met een penning. En daarom is Johanna Rijs, zoals ze tegenwoordig heet, deze week terug in haar geboorteplaats. Sobibor, ze is 14 jaar geworden. Mijn nichtje Hanny, die altijd haar eigen doosje met chocolaatjes had. En daar was ik zo jaloers op. En ze had een pop die mama kon zeggen. Daar was ik ook jaloers op. Ik was heel jaloers op haar. Nou, natuurlijk gek, als volwassene sta ik erbij. Voor het eerst in haar leven is Johanna ook bij het oorlogsmonument, waar veel familieleden op staan die zijn omgekomen. Een moeilijk moment. Ik vond dat eng. Ik dacht, ik ga hier staan huilen en dat wil ik niet. Ik ben oké. Ze was nog een kind toen ze in 1942 met haar zus onder moest duiken bij een boerenfamilie in Usselo, bij Enschede. Aan het begin van de oorlog woonden ze in Winterswijk, aan de Stationsstraat. Het huis staat er nog steeds, ook al is alles veranderd. Nummer 3. Ze vertrok uiteindelijk naar Amerika, maar de oorlog en Winterswijk verdwenen nooit uit haar herinnering. Het boek De Schuilplaats, of The Upstairs Room, zoals hij in het Engels heet, schreef ze voor haar kinderen. Ik heb het geschreven voor mijn dochters. Ik heb niet gedacht, nou ga ik dit schrijven voor een kind van 10. Ik heb een verhaal geschreven. En ik heb het geschreven zoals ik het toen aanvoelde. Haar verhaal is in ons land minder bekend dan dat van Anne Frank. Ook is de geschiedenis deels vergelijkbaar. Al is er natuurlijk één duidelijk verschil. Johanna leeft en vertelt haar verhaal nog dagelijks aan jong en oud. Met een doel. Ik geef het door. En ik geef het door op een manier, geloof ik, net zoals ik het boek geschreven heb, heel erg goed begrijpelijk en aanvoelbaar. En ik zeg er ook altijd bij, nooit iemand volgen die je vertelt om een hele groep te haten omdat die anders is. En dat vind ik ook wel heel belangrijk. Don't hate. Ja, vanmiddag kreeg de 84 jaar oude Johanna Rijs de erepenning van de gemeente Winterswijk uit handen van burgemeester Van Beem. Wielrenner Robert Gesink uit Varsseveld gaat niet naar de Tour de France. Gesink kwam eerder deze maand ten val in de Ronde van Zwitserland en hij viel daarbij hard op zijn hoofd. De medische staf vindt dat de beoogde kopman van team Lotto-Jumbo onvoldoende is hersteld. Gesink eindigde vorig jaar als 6e in de Tour. Nederland krijgt de Europese primeur. Op de Betuwe-route komt een proef met een zelfrijdende trein. Op verzoek van de Duitse spoorvervoerder DB Cargo bereidt ProRail de proef voor. Tot nu toe kennen we zelfrijdende treinen alleen als speelgoed. Maar vanaf 2022 moeten ook echte treinen op de automatische piloot gaan rijden. Technisch kan het al, het moet alleen nog wel uitgebreid worden getest. En daarvoor hebben de Oosterburen dus hun oog laten vallen op de Betuwe-route vanwege de veiligheid van het spoor. Spoorbeheerder ProRail is enthousiast. Tijdens de proeven zal er altijd een machinist aan boord zijn die eventueel kan ingrijpen. ProRail verwacht eind dit jaar meer duidelijkheid te hebben over de proef. En deze treinspotter bij Babberich, die wil best meerijden. Misschien niet als eerste erin, maar als het goed gaat, ja, waarom niet? En nog meer transport en vervoer, want een vrachtschip heeft vanmiddag een pijler van de spoorbrug over de Waal bij Nijmegen geramd. En dat kwam omdat het schip het roer verloor op weg naar Duitsland. Het met kolen geladen schip raakte stuurloos en kon de pijler niet meer ontwijken. Er vielen geen gewonden en het overige scheepvaartverkeer had geen hinder omdat het schip buiten de vaargeul ligt. Het schip is door een berger weggesleept.
Ratten die overdag brutaal door tuinen rennen, gangen graven langs muren van woonhuizen en aan alles knagen wat ze tegenkomen. De bewoners van de Barend Verwedaarstraat in Heelsum worden er stapelgek van. Maar er is hoop. De rattenvanger van Heelsum heeft er in 2 weken tijd al tientallen gedood. De vangst in deze val is 10 stuks. 10 ratten in 1 put in 1 week tijd. Het systeem waardoor ongediertebestrijder Dion Beer mee werkt is efficiënt. Het principe is als volgt. Een rat in het riool kruipt door een buis, passeert een sensor en krijgt met 130 km per uur een staaf door zijn lijf geschoten. Het dode dier wordt weggespoeld met het rioolwater. Normaal gesproken zien we dat ratten redelijk nieuwsgierig, maar wel schuchter zijn. Dus duurt het wat langer voordat we de eerste echte vangsten krijgen. Dit is een behoorlijk succes, 10 stuks in iets meer dan 1 week tijd. En het was nodig, want de bewoners van de Barend Verwedaarstraat in Heelsum hebben last van het ongedierte. De ratten komen niet het huis in, maar zijn wel zichtbaar aanwezig. Nou, wat we ervan merken is dat we overdag zijn ratten zien lopen. En zowel in je tuin als buiten. De kinderen spelen in de wijk, vind ik ook een vervelend idee. Dat als de ratten hier zijn, hun uitwerpselen in de zandbakken zijn. En de kinderen spelen erin, lijkt me ook niet echt gezond. En na tientallen klachten heeft de gemeente daarom Dion Beer ingezet. In de hele wijk zijn inmiddels 35 ratten met het voor Nederland nieuwe systeem verschalkt. Ik denk dat we er nog wel wat meer gaan vangen. Maar dat kunnen we pas over 1 maand of 1,5, 2 zeggen. Maar of de ratten helemaal uit de wijk verdreven kunnen worden, dat is nog maar de vraag. Het is een zeldzame aandoening. In Nederland zijn er slechts 8 gevallen bekend. Maar meer aandacht voor de ziekte AHC is gewenst. Bij AHC treden er veelvuldig verlammingsverschijnselen op. De 9-jarige Indy Lensen uit Culemborg die heeft AHC. En het gezin Lensen is deze week te zien in een documentaire die vrijdag in première gaat. De reportage begint met indringende beelden. Zo ziet AHC eruit tijdens een aanval bij Indy. Maar gelukkig zijn er ook dit soort momenten. Is die heet? Ja. Oh, voorzichtig dan hoor. Moet die in de oven? Nee. Ga je dat zelf doen? Oh ja, heel goed. Indy heeft op dit moment om de dag een aanval. Daarbij raakt ze tijdelijk gedeeltelijk verlamd. Ook epileptische aanvallen passen bij haar ziektebeeld. AHC openbaart zich al op zeer jonge leeftijd. Maar door de onbekendheid wordt de diagnose soms pas laat vastgesteld. We hebben heel wat diagnoses gehad voordat uiteindelijk deze diagnose gesteld werd. Omdat er erg weinig artsen zijn die het ziektebeeld überhaupt kennen. Broer Jalan heeft op school een werkstuk gemaakt over de ziekte van zijn zus. Ik heb best wel een hele ingewikkelde inleiding. Meewerken aan een documentaire, voorlichting geven op school. Het gezin Lensen maakt werk van het onder de aandacht brengen van AHC. Ik heb een aantal dokters en professors geïnterviewd. Oh ja, kon dat zomaar? Nee, eigenlijk wel. Want ook de wetenschappers willen graag leren van de ervaringen van het gezin Lensen. De documentaire Human Time Bombs is zaterdag 2 maal te zien in Theater de Franse School in Culemborg. Van kleins af aan is hij al gek op paarden. En nu gaat Karim El Zoghbi uit Velp naar de Olympische Spelen in Rio met zijn favoriete paard. Ja, zij is mijn vriendin. Het V-fonds draagt 1,5 miljoen euro bij aan de uitbreiding en nieuwbouw van het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Dat maakt het museum vandaag bekend. In totaal is voor de bouwplannen 6,5 miljoen euro nodig. Met de steun van het V-fonds en van de provincie Gelderland is het grootste deel van het benodigde geld binnen. Het Nationaal Bevrijdingsmuseum wil een modernere en een meer internationale uitstraling hebben. Bij de start van de herdenkingen van 75 jaar bevrijding over 3 jaar moet het nieuwe museum er staan. 6 ton zoekt het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Dit om het grote kunstwerk Jardin des Mailles in de beeldentuin open te houden voor het publiek. Door weer en wind en de miljoenen voetstappen is het werk behoorlijk aangetast. Jardin des Mailles, oftewel de tuin van glazuur. Maar zoveel glazuur zit er niet meer op. Het is misschien wel een van de grootste en bekendste kunstwerken in Gelderland. En al generaties lang wordt het werk niet alleen bekeken, maar ook beklommen. Wie is er eigenlijk niet mee opgegroeid?
Maar ik heb op de HAVO kunstgeschiedenis gehad. En daar kregen we uitleg over hoe dat werkte, wat de bedoeling was van de kunstenaar. Dus dat vond ik wel apart en leuk toen. En dat is niet alleen bij de oude generatie zo. Ook jongeren zijn meestal snel gehecht aan het grote bouwwerk. En dat komt niet omdat ze erover hebben gehoord in een geschiedenisboek. Wat is nou het leukste wat je hierop kan doen? Glijden. Maar dat is in de toekomst misschien niet meer mogelijk. Het kunstwerk wordt door ouderdom te gevaarlijk om te betreden en moet mogelijk dicht. Ja, dat zou ik verschrikkelijk vinden, want juist de ervaring om hier op te lopen is juist het leuke ervan. En dat is het leerzame van dit werk. Ja. Maar als er niet bijna 6 ton bij elkaar wordt geharkt, kunt u het werk alleen nog maar van een afstandje bekijken. En gaat de deur van het kunstwerk toch echt dicht. Voor de meeste mensen moet de zomervakantie nog beginnen. Maar de voetballers van NEC moesten zich vandaag alweer melden voor hun eerste training. En de nieuwe Duitse trainer Peter Hubala ging meteen fanatiek tekeer. Hij heeft er zin in, Peter Hubala, de nieuwe trainer van NEC. 4 dagen eerder dan gepland laat hij de spelers al voor het eerst trainen. De spelers die komen toch al woensdag voor testen en meten. Dan hebben we gedacht, oké, als je 's ochtends een beetje op de fiets staat, ja, dan kun je ook nog een beetje voetballen iedere dag. En voor mij is het natuurlijk ook goed, ne, omdat ik die spelers natuurlijk nog 4 dagen eerder nog een beetje kennen leren kunnen. Dat was het idee. Hij spreekt perfect Nederlands, maar het is toch natuurlijk even wat anders. Een Duitse trainer in Nijmegen. Ja, dat is misschien ook maar goed ook, een beetje Duitse mentaliteit hierin brengen. Dat is niet verkeerd, denk ik. Want Duitsers zijn over het algemeen winnaars. De Duitsers staan wel op het EK, Nederlanders niet. Dus goed, misschien levert het ons wat voordeel op. Ik heb gekozen voor NEC. Ik vind het een prachtige club. Even emoties. En ja, ik ben een emotionele trainer. Hopelijk gaat dat goed. Als klein jongetje was hij al compleet bezeten van paarden. Maar een toekomst in de paardensport leek niet weggelegd voor Karim El Zoghbi uit Velp. En toch komt hij uit op de Olympische Spelen in Rio als springruiter voor zijn geboorteland Egypte. Een sportverhaal dat zich laat lezen als een sprookje uit 1001 Nacht. Mijn moeder heeft een brief hangen thuis. Die heb ik geschreven toen ik 7 was, dat ik wou heel graag paardrijden. En die hangt bij ons thuis. Een echt kinderen manieren van schrijven, maar ja. Ik heb geen vrije dagen, maar ik vind dat leuk. Dat is mijn vrije dag, als ik kan rijden. Dus. Karim El Zoghbi, al van jongs af aan bezeten van paarden, van paardrijden. Maar als zoon van een alleenstaande moeder in Cairo kon hij alleen maar dromen van een carrière in de paardensport. Don't worry about it. Good. Ongelooflijk dus dat diezelfde Karim op de Olympische Spelen in Rio met zijn paard Amelia mag uitkomen voor Egypte. Ja, ik blijf alleen bij jou staan. Dit is een droom van mij, van mijn moeder, van iedereen die heeft. Dat was een moeilijke weg. En hoewel hij zelf niet in toeval gelooft, speelde het toeval wel een grote rol in zijn carrière. Als 7-jarige jongen was de kleine Karim niet weg te slaan van de renbaan in zijn woonplaats Cairo. Ik zat een oefening te kijken en die jongen die viel van paard en die was bang om op te komen. Dus die man zei, ik hield de paard vast. En die man zei, kan je rijden? Ik zei, ja. Toen wij niet. Hij zei, dan gaan we opzitten. Ik klom gelijk erop, alsof ik heb het zo vaak gedaan. En die man zei, oké, kom maar morgen helpen op stal als je wil. En zo begon het. That's very good. En dat betekende voor dag en dauw opstaan en 7 kilometer lopen naar de stal. Op zijn 13e verhuisde hij naar Engeland om als groom, als paardenverzorger te gaan werken en een opleiding te volgen. Naar Engeland en met die talen en alles, dat is natuurlijk moeilijk. Net als in Nederland, net als in Frankrijk, net als in Italië. Maar ik heb de geluk gehad dat ik ga gelijk proberen te praten. Dus dat scheelt wel als je kunt die taal. Dan voel je je niet zo eenzaam. Is je moeder trots? Ja, natuurlijk. Zonder haar is het niet gelukt. Ik denk, die zijn weinig moeders die later hun kinderen op zo'n leeftijd weggaan. Dus dat zeker. Dus zonder haar is het niet gelukt. De volgende halte is dus Rio, zijn 3e Olympische Spelen. In Rio komt hij in actie met Amelia, waarmee hij al 2 jaar op internationale concoursen uitkomt. Ben je klaar? Kom maar, we zijn niet klaar. Ja,
Zij is mijn vriendin. Mijn doel is, ik wil heel graag naar de finale. En de finale is de laatste dag, dus daar wil ik heel graag naartoe. En de finale met de Olympische Spelen begin je alles op nul, alles opnieuw. Dus alle kansen liggen open, maar eerst proberen dat te bereiken. Wat doe je nou? Wat doe je nou, hè? Kom maar. Ja, dat weet ik. Ja, komende zondag zijn Karim El Zoghbi en Amelia te zien op het paardenevenement Chio in Rotterdam. Er is een eind gekomen aan de soap rond een fietspad in Groesbeek. Het werd eind 2014 aangelegd, maar moest weer dicht vanwege beschermde diersoorten die in de buurt voorkomen. Hekjes en tunnels moeten de dieren nu beschermen tegen fietsers. En dus kan het pad binnenkort weer open. Oh, je hebt er eentje. Goede tijden, slechte tijden. De soap draait om de zandhagedis, de hazelworm die zich zelden laat zien en de gladde slang die zelfs nog nooit op de set is verschenen. Hij is wel gezien, maar juridisch gezien niet. Want de afgelopen 3 jaar werd hij niet meer waargenomen. Daarom begon de gemeente Bergendal eind 2014 met de aanleg van dit fietspad. Wij begonnen toen omdat we overtuigd waren dat we het op dat moment aan konden leggen. Dat we geen ontheffing van de Flora en Faunawet nodig hadden. Maar milieuliefhebbers klopten aan bij de Rijksoverheid en toen bleek die ontheffing wel degelijk nodig. Het fietspad moest weg of het moest dicht. Want het fietspad afbreken, dat was uw ergste nachtmerrie, denk ik. Ja, maar ik denk dat dat voor iedereen wel een nachtmerrie is, want dat kun je denk ik aan niemand meer uit gaan leggen. De meeste mensen snappen het nu al niet en trekken zich niets aan van de afsluiting. Zwarte Piet ging naar de milieubeweging. Maar wij hebben eigenlijk alleen maar aan de Rijksoverheid gevraagd van is hier een ontheffing voor nodig of niet? En zo ja, dan vragen wij u om de wet te handhaven. Dus dan kun je zien wie heeft eitjes. Als u nou net zo'n zandhagedis ziet, hè, denkt u dan niet, jij kleine rotzak? Nee, ik vind het een mooi beestje, maar ik denk dat hij ook heel erg snel is. Toch niet snel genoeg om de fietsers te ontwijken, maar dit soort hekjes moeten de reptielen voortaan beschermen. Nu de partijen het met elkaar eens zijn, heeft het ministerie beloofd dat het fietspad weer open mag. En dan het weer. We gaan naar Wageningen, naar Monique Wilms. En dat is een fraaie dag vandaag met mooie wolkenluchten, wolken op verschillende hoogtes. En hoe hoger je komt in de atmosfeer, hoe sterker de wind waaide. En dat zag je heel mooi terug in de verschillende type bewolking die we vandaag zagen. Nou, het bleef in Nederland overal droog, maar we zagen in Frankrijk al onweersbuien ontstaan. En die onweersbuien zijn op weg naar Nederland met een zuidelijke stroming en arriveren uiteindelijk vannacht en vooral morgen ook in ons land. Nou, vandaag overdag zonneschijn tussen de vele stapelwolken en sluierwolken door. En vanavond en vannacht dan trekken er geleidelijk al wat meer buien richting onze omgeving. Waarschijnlijk doet een enkel exemplaar ook al Gelderland aan. Al blijft het in het oosten van de provincie nog waarschijnlijk overal droog. Het is een hele milde nacht, waarschijnlijk echt een plaknacht. Met een hoge luchtvochtigheid en minimumtemperaturen van een graad of 17. Hoge temperaturen, daar zullen we morgen al mee starten. Morgen overdag is het eerst nog best fraai weer. Met zonneschijn tussen de wolkenveldjes door. En vooral in de Achterhoek blijven we nog lang droog. Maar uiteindelijk krijgen we te maken met die pittige regen- en onweersbuien die lokaal ook veel neerslag achter kunnen laten. Nou, bij een onweersbui kunnen ook windstoten voorkomen die zwaar kunnen uitpakken. Maar buiten de buien om is het eigenlijk best wel rustig weer. En met het zonnetje erbij is het dan ook echt heel erg warm morgen. Temperaturen van zo'n 30 graden. En dat betekent dat het de eerste tropische dag is voor Gelderland. Maar goed, uiteindelijk dus overal die onweersbuien. En daar hebben we ook nog op vrijdag mee te maken. In het weekend wordt het langzaamaan wat droger. Maar een enkel buitje, ook zonneschijn en wat lagere temperaturen. Want het wordt dan een graad of 20. Dit was Gelderland vandaag en daarin zag u onder meer dat Johanna Ruijs vandaag de erepenning van Winterswijk heeft gekregen. De gevierde schrijfster van Joodse afkomst was vandaag even terug in haar geboorteplaats. Meer nieuws vindt u op onze app en op de site gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.